get wild. Ah, het ziet er rechts voor vandaag toch weer sappig uit. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Daily Vision Team. Het is ondertussen 6:30 ochtends of 7:00. Ik weet niet precies, zo vroeg wakker worden is helemaal niks voor mij. Dus ja, ik ben er ook nog niet helemaal bij. Maar ik sta te wachten op meneer Wiets en Chitte. Want we gaan lekker vissen. En kijk eens even. Hoppa, hier staan alle spulletjes. Lekker. En er is helemaal niks in ek gezet of wat dan ook. Maar Wietse, die is dus 5 of 6 maanden op wereldreis geweest. Naar Cambodja, Laos, Vietnam, Thailand. En vandaag is het de eerste keer dat ik hem weer gezien. Dus ik sta hier zo meteen met de bus voor het huis. Gooi hem helemaal vol en dan gaan we gelijk door naar Frankrijk. En daar hebben we meer dan genoeg tijd om lekker bij te praten en alles erop en eraan. Ik check jullie zo. Ja hoor. Hey. Daar is hij. Broeder! Ja man. Hoe is hij? Ja, lekker maat. Hoe is het ermee? Bij mij best? Ja, bij mij ook. Hey, je bent lekker bijgekleurd. En nog dikke armpjes ook. Nee hoor. Jongens, hij is er terug. 5 of 6 maanden geleden. Waar heb je het gelaten? Hij is achterom. Oh, ik ben zes, hij zit achter in de bad, dacht ik. Nee. Okay, we zijn 3 dagjes thuis en we gaan naar Frankrijk. Eerste keer dat ik die film opgehaald. Lekker man, voor je zin. Dankjewel. We gaan de bus voor gooien en eindelijk zonder ouders naar Frankrijk. Check jullie zo. En kijk, jullie hebben een andere pik. Ja, ja. Ja, ja. Hey, lekker. Goedemorgen. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Jij? Ja, ik ben best wakker voor de tijdste dag. Ja, ja. Ik ben een uurtje wakker ondertussen. Dus... Ja, ja, je staat er dan, een deel van de uitrusting. Niet heel professioneel, maar we hebben wel een hele bus geregeld. Ja. Laat eens even zien. Partij inparkeer, veel zwaar. Ja, laat maar staan, joh. Kijk eens. Kijk eens even aan. Busje half vol. Zo mooi, we hebben fiets mee, alles. Ja, ja, trolley. Hebben we ook de boot mee? We hebben ook de boot mee. En wat is dit nou, de zogemaakte boilies? Ja, ja. Lekker, lekker, wat een feest, jongens. Zo, we hebben echt ruimte zat, hè? Ja. We gaan die boot zo die bus volgooien en dan gaan we. Lekker man. Lekker. Hoppa, busje volgepakt. We gaan even door. Zitten ze hoor, de mannen. Kijk, lekker krap met z'n drietjes op rij. Ja, daar gaan we voor hoor. Hier, dit is handig. Dat scheelt. Ja, dat scheelt heel veel. We gaan rijden. Zit je lekker? Nee. Ja, 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 waar zijn we gebleven? Waar zijn we gebleven? We zijn midden in België. En we zijn even pauze aan het houden. Kijk, er moet ook bewogen worden. Lekker bezig. Zo, zo, zo. Keep going on, keep going on. Zo, alles voor die chickies, hè. Zo, lekker bezig, pik. Hé, hey, waar zijn we? We zijn in België. België, en we zijn net fout gereden door Chitten. Ja, ik zeg, jongens, jullie hebben 1 taak met z'n tweeën. Ja. Tom, Tom. En we rijden verkeerd. Door Chitten, hè, even. Dus we gaan nu weer richting Nederland. Ja. Even kijken. Ja, maar dan regelen we even. Goed. Ja, ja, toch, we hadden echt geen idee waar we zouden gaan vissen. Rijden zonder bestemming is niks van mij. Dus, onze grote helpilaar, toch maar even een belletje gegeven. En plek is bekend. Maar, wat vinden jullie ervan? Op zich klinkt best goed, toch? Klinkt goed. Lekker, man. Ja. Het is wel nog 2 uur verder rijden dan we eigenlijk voor ogen hadden. Maar, wie niet wagen, wie niet wint, hè? Latta! Kijk, we genieten dan. Genieten. Genieten, jongens. Gasgaanschap met Jimmy Hendrix in de achtergrond. Zonnetje erbij. Lekker weertje, jongen. Lekker weertje. Er is nog meer. Oh. Hoi, Tris. Lekker, man. Het is niet te geloven, maar ze zijn gewoon heel aangekomen bij de camping. Een hele kleine Franse camping. Hier is de receptie. Zijn de broeders van de ski, van de skate. Die zijn even lekker bezig. We gaan even lekker plekje zoeken. Of niet? Zo, lekker dames. Of niet?
Gaat het lukken, chat? How much? And then we will extend. Wat ben je nou aan doen? Ja, Google vertalen, hé. Dat weet je goed. Wat een maf is. Echt kans er zit. Ja, wel mooi uitzicht. Dat ja, dat is zeker waar. Kijk eens, dit is te genieten, jongens. Dag is zo voorbij. Ja, we zijn net even bij onze Franse chickies geweest. Hey, lekker! Hoppa, 180 linkerbaan. Kijk eens. Zo, dat gaat snel. Gaat snel. Super. Ik zou wel even niet eens vragen. Oh, kijk. Hatsie. Oké, maar we zijn dus net bij onze Franse chickies geweest. Die hebben gezegd, we kunnen alleen helaas een jaarvergunning kopen. Dus we zijn nu onderweg naar het dorpje. Even proberen daar een visvergunning te scoren. En dan gaan we weer terug. 10 minuutjes rijden. Ja. Precies. Hoi. Oh, tijd hè. Jongen, dit is net als met Frankrijk toen eerst in de... Nee, dat is gewoon nu veel. Oké, doe. Zo, Manami. We blijven maar doorgaan. En Chitta die zegt, ja, ik weet donders goed waar de viswinkel is, jongens. Dierenwinkel, alles. Zijn we dan? Bij de hondenwasser retten, wat is het, jongen? Oké, we gaan maar door, denk ik. Ja. Let's go. Het zit er eindelijk op, boys. Kijk eens. Hoppa, helemaal stalend. Ik ga even hier staan, want anders is het licht een beetje raar. 32 euro. 32 euro, man. Wat een feest. 32 euro, mogen we 8 hengeltjes vissen. Ja. En ik heb gewoon nog even wat extra voer gekocht. 2,5 kilo pellets. Ja, ja. Bijna een dubbeling van je voer. Hé, hey, Binky, kom mee. We zijn aangekomen op de camping. We hebben godver eindelijk betaald. Hier, geef die camera maar aan mij. We hebben eindelijk betaald, jongens. De plekje is geregeld. Het enige obstakel is wel dat er een hek in de weg staat tussen de tentenplek en het water. Ja, maar we doen het gewoon even. En hier zijn we dan. Kijk, matchend de schoenen, matchend de bankje, ik sta op een boot. En ja, de koppen zijn toch wel iets minder geworden. We staan te kijken hier zo. Hey, Biet. Alleen maar wier voor de kant hier zo. Dus het wordt een uitdaging. Maar we gaan het gewoon doen, denk ik. Ondertussen is het al 5:30 of zo. Tipt hij bij in het water in. Jongens, ondertussen is het 5:30 of zo. Ik zeg, we gaan lekker opbouwen. Het is wel mooi geweest, zeg. Goedemorgen, zeg. Goedemorgen, laten we gaan. Hot. Zo, alles is eindelijk die bus uit. En we hebben toch een partijtje spullen mee. Dat is om bang van te worden, kijk dan. Alles ligt helemaal bezaaid. We hebben echt fucking veel mee. Maar de bodem is in zicht, kijk. Hoppa, de boys hebben lekker wat bollen meegenomen. Instant action van Nash, altijd goed. Hier is het echte werk, Kronenburg. Genieten, jongens. We hebben er zin in. Nou, gaan we even loten, opbouwen en dan daarna even chillen. Ja. Tik hem aan. Chillen, ik denk dat we nog een paar uurtjes bezig zijn. Dat denk ik ook wel, maar ach. Die gaat hem worden, Snowman. Pineapple Crunch van Nash, instant action. Maar natuurlijk niet voorgevoerd, want we zijn hier pas voor het eerst. Die gasten die zijn nu op dit moment de hengels aan het uitvaren. En ik heb ondertussen alles hier opgebouwd. Spullen zijn opgeruimd voor mij. Van hun ligt er nog een beetje tering en zo, maar dat komt zo meteen wel. En het is ondertussen al 9:15. Dus best wel vrij laat. Ja, kijk eens, daar is die hoor. Ondertussen 9:15, vrij laat. En ja, daarom hebben we besloten dat we morgen even de uitleg van de rist gaan doen. Hoe we gaan vissen, hoe we het aanpakken, et cetera. We gaan nu eventjes nog snel de hengels erin gaan jagen. Klein beetje voer erop, kan ik ook nog wel even laten zien. Maar in ieder geval niet te veel meer filmen, want het is echt al vrij laat en we hebben nog veel te doen. Daarna gaan we eindelijk avond eten. Ik heb zo'n honger. Echt? Ja. Ah! Oké, Daan, vertel eens wat er net is gebeurd. Nou, ik wil mijn linker helemaal neerleggen. Ligt er zo'n fucking slang op. Hij is nu zo in de riet ergens. Ik durf geen stap mee te zetten. God, zou ik er gewoon in springen, body slam? Ja. Nee. Maar we moeten hem echt op film hebben, dat is lui. Wat een beetje, jongen. Hij zit gewoon naast mijn hengel. Hij zit hier ergens. Denk je? Ja, ik weet wel zeker. Godverdamme, ik ben helemaal gek. Sla met die paddle op die bosjes. Ja, die kun je toch niet zo afhalen? Met die schepnetstok. Godverdamme, nee, ik vind het zo kut. Hij zit gewoon onder mijn hengel, hè? Ja. Sorry, jij bent mijn Beyoncé. Ik dacht dat de zorg. Ik dacht dat de cherry cola?
Ja, 11:30 ondertussen. En daar zit hij, de pikkenbaas. Pils is open, jongens. Geniet er dit. Nee. Kijk, lekker weertje, lekker zonnetje. Het is ondertussen 25 graden. En we flaneren hier lekker op los. Kijk dan. Ronnie de Rietkruiper met zijn pilsie. Geniet er dit, jongens. Lekker wakker worden. Welkom bij deel 2. Hatsi. Nou, helaas, de chit is helemaal ging af. Maar mond niet baten. Daniel sprong snel in de boot. Ik sprong er met de kamer achteraan. Maar toch, de vis was al los. Een paar vreemde runnetjes. Het kan altijd ook een brasem of eend kunnen zijn of zo. Maar we hebben tenminste activiteit. We waren zo pessimistisch deze ochtend. Helemaal geen actie gehad of gezien. En toen toch één run van Daniel en nu bij de chatten. Dus ik denk dat nog wel een dagje blijven. Hey, die jongens zijn gewoon 2,5 à 3 uur weg geweest in de boot. En mijn run is even blijven vertellen wat er is gebeurd. Wat een drama. Nou, nooit met drijvende lijnen vissen. Het was echt kut. We zijn twee keer door een lijn heen gevaren, twee keer lagen ze weer niet goed. Dus uiteindelijk hebben we gewoon 5 lijnen uitgevaren. Terwijl we er maar 2 moesten doen. Dus echt kut. En het duurde lang, hè, jongen. Het duurde echt lang. Maar nu lekker smikkelen, jongens. Eindelijk. Oude smikkelberen. Eet smakelijk. Nou, dames en heren, daar zitten we dan. Heerlijk genieten van het uitzicht. Lekker weertje, nog de beste temperatuur. Tweede nacht begint bijna. En helaas nog steeds geen actie, dus we hebben besloten. Mocht het nou niks worden vannacht of morgenochtend, dan gaan we verkassen. De boot is inmiddels... Do or die. De boot is wel een beetje lek, kijk. Ik zag het worden. Maar goed, we hebben hier een pompie in huis. Nou, dan geven we gewoon weer even een paar puffers in de kamer. Maar goed, mooi avondzonnetje. Zullen we het even showen? Dit is echt... Kijk, genieten. Dit is uitzicht, hè? Dit zijn ze. Dit is prachtig. Ja. Het is goed. Morgen verkassen of harken. Ja, en waar we naartoe gaan. Ja, Joost mag het weten, we hebben een beetje op Google Maps zitten kijken, maar we zijn nog niet heel veel wijzer van geworden. Nee, totaal niet. We gaan alles op alles zetten om nog een vis te vangen, dus dat komt goed. We zijn pas bij de tweede avond. We hebben nog wel even. En nu gaan we voetbal kijken. Yes. Ja. Inzoomen op een andere broek, ik zin het. Heel ziek. Poepie, hè? Heel ziek. Ja, wat een talent. Een talentje, natuurtalent. Zo, het zonnetje is rustig aan het opkomen. Ondertussen is het 1:30 en daar heb je ze hoor, de boys. Kom. Oh, nu zit weer door die lijn heen, oma. Oh, wat een chaos, niet normaal. Zit er mijn lijn heen met de elektromotor? Drama, chit heb een vis die nog steeds hangt. Dat is wel mooi. Eindelijk. Graskwarper, dat is dan weer niet mooi. Oeh, en hij zit dan door een andere lijn heen. Oké, kijk hoe dit afloopt. Jongens, het is toch lekker. Hier, kijk dan. Kom maar tot ze niet te sokken. Hij blijft duiken. Dan gaat het aan. Door de andere lijn heen. Ideaal. Minder. Maar de eerste vis hangt. Eindelijk. Eindelijk. Hoe lang is die denk je? Het valt nog mee. Een pointje of 20. Een grasser! Het water zien. Zie ik mooi. Hey wind. Ja. Het is wel een run op een gegeven moment. Hij is moeitje, hè? Nou, ik ben wel nog niet. Kijk, fucking. Ik weet niet wat het is. 6 uur of zo. 7. Het is running like a pussy. Ja. Nee, die boot rijdt weg. Ah, fuck. Nee joh, hij zit erin. Kijk eens! Lekker! Eerste vis van de vakantie. Lekker gewerkt, Pik. Hé? Waar dan? Kijk dan. Ja, dat is nog wel mooi. Mooie gatzag. Kun je even terugvaren. Schapen.
Dit was wel even een hectisch momentje. Hey, shit. Goeiemorgen. Kijk, ik zie de Marcus mooi staan. Daar is die. Die fles zit ze anders heen. Oké. Het is hier chaos, kijk dan. Overal lijn. Drama. Het is hier chaos, zeker weten. Maar goed, hij hangt. Hij zit erin. Dat is het mooiste. Hij mag zo die boot even oppompen. Zo lekker. Helemaal klaar mee. Helemaal klaar mee. Je moet juist blij zijn, Goos. Ja. Zo, kijk hoeveel water er in die boot zit. Het zit allemaal in mijn. Kijk dan. Ah, zie jij nog. Kom eens even hierheen met de vis. Nee, ja, blijf met de vis zitten nog wel. Ah, hij zwemt gewoon tegen mij aan. Piet, pas op, deze lijn moeten we er echt nu uithalen. Jezus jongens, wat is allemaal gebeurd? Ja, ik weet niet. Wat een drama. Hoeveel lijn ben je verloren, Piet? Hoeveel meter? Piet, deze lijn. Veel te veel. En dan flinke snuit. Jongen, wel sterk. Kijk dan. Een vis, hè? Prachtig. Heerlijk in het ochtendzonnetje. Mooie gasten, de eerste van de trip. En ja, we hebben er hard voor gewerkt. Zo, bloedzweet en tranen, dat is niet normaal. Wat een chaos. Dan tellen ze dubbel. Zelfs een gaskarp is nu zeer waardevol. Het plannetje werkt. 12 kilo, prachtig. Wat een baas. Laat even de andere kant nog zien. Ja? Ja joh. Mooie visje. Dit is echt kikkel. Zo, mocht hij weer gaan? Hij mag weer gaan. Hoe doe je dat, jongeman? De ritsjes dicht. En goed vasthouden. Twee handen. Lopen maar. Laag boven de grond. Leuk voor mij. Kan je mij wapen zien? Ho. Even boven. Ja. En dan praktijk je aan de waterkant. Dat is een nestrui. Wat een schuikje is denk ik, hè? Oh, nat gras. Hij gaat even voor me fluiten, hè? Hou nog maar één keer vast. Maar die doen het. Oké, wacht, 2 seconden. En nu een beetje kop daarin. Ja. Iets naar mij. Yes. Lekker boys, hij mag zwemmen. Hey, kom naar de kant, pas op voor mijn lijn. Ja, kom naar de kant. Kijk eens, Wietse vogels aan het roeien. Daniel met de hengel. Ik ben zo bang dat hij eraf schiet. We hebben geen schepred, niks. Dit had niemand verwacht. 150 gram lood en die vis hier denk ik wel 200 meter mee gezwommen. Zonder één piep te geven. Ja. We halen even de hengel in en verversen. Zit er gewoon een graskarp aan. Net als zitten. Nou, te bizar. Zo, als... Oh, joh. Hey. Nee. Nee. Hoe dan? Ja, ik kan tegen de motor aan, denk ik. Godverdomme. Ik kan echt niet dit. Piep. Piep, 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 piep. Ja. Nou, dames en heren. Ondertussen zitten we op dag 3 en ik zie het niet meer zitten. 2 vissen verspeeld, 3 vissen verspeeld. Eentje weliswaar gevangen en Wietse, ja. Die blijft een beetje achter. Maar kijk, dit is dus... ik weet niet of je het goed kan zien. Dit is dus mijn lijn van net. Die is helemaal kapot gesleten. En ik denk dat het komt omdat hij om een steen heeft geraakt op de propeller van de motor die ineens aanstond.
Dus we gaan het totaal anders aanpakken. Ik ben er helemaal klaar mee. Weet je, qua aanbieden gaat ook niet goed. Dus de ouderwetse manier, hoe we thuis hadden doen. Extra lange lieden. Wat hebben we hier zo? Een flat peerlootje van 90 gram ongeveer. En we gaan vissen met een witte single pop-up. Kijk eens. Ongeveer zo'n stukje boven de bodem. Perfect uitgelood. En dit moet hem worden. Morgen gaan we verkassen naar de overkant. Want we hebben met de dieptemeter gekeken. Daar ligt helemaal geen wier. En hier de eerste 100 meter helemaal vol met wier. Dus het is gewoon kut. Morgen gaan we verkassen en dan gaan we pas echt rammen. Dan gaan we echt rammen. Dan gaan we graskarpers harken alsof het... alsof het diertjes zijn. Ja. Woe. Even filmen. Kijk, dat is de goede tafel tegen. Wat zijn we aan het doen, jongens? Ja, nou, de gasten houden zo even van worst dat we lekker een broodje worst gaan eten. Genieten dit, hij is lekker aardappels aan het bakken. Lekker, man. En we hebben best wel een zware dag achter de rug, dat mag ook wel. Vertel, wat zijn de hoogtepunten van vandaag? Oh, we hebben één hoogtepunt en dat is wel één vis hebben gevangen. En we hebben vier dieptepunten. Vis hebben gespeeld, slang tegengekomen, alles is fout gegaan. Daar komt het op neer. Eigenlijk gewoon. Door eigen hengels heen varen. Ja, vier vis. Want je kan niet met topboot vissen. Het was gewoon echt een strijden dag, we hebben echt veel moeten doen, eerlijk is eerlijk. Dus ja. Nu is het gewoon tijd om te genieten. Worstje erbij. Pelsie. Ga je even koude kletsen zagen? Koude kletsen voor Ronnie de Rietkrapa. Ja, je ziet hoe je dat doet. Kijk eens. Kijk eens wat we hier komen. Ho, ho, ho. Drie koude kletsers. Assie. Hier, alstublieft. Alstublieft. En dan in één keer uitje gooien, hè, jongens. Hoe was het? Als je het echt een moment doe je het. Ja, ja. Nee, dat gaan we niet doen. Ah. Zal ik het doen? Ja. We genieten ik ga van. Toevallig even inzoomen. Nee, ik ga het echt niet doen. Doe het. Echt geen zin. Camera druk, hij staat nu aan. Zal ik het doen? Ja, nee, dan wil ik wel een wedstrijd doen met iemand anders. Ja, je wint sowieso, je kan beter altijd maar eens allebei. Ja, doe het. Dat vind ik echt leuk. Hij is toch gek. Oké. Okay. Ja, jij hebt wel een voorsprong. Nee, even wachten. Okay. 3, 2, 1. Ah, je hebt gewonnen, man. Wat is het nou? Dat ken je wel goed, hè? Is die op? Show de fles. Show them the bottle. Hallo, koning. Started from the border now we're here. Voor gaat. Koning. Zo, die worst ruiken lekker. Dat zou je moeder ook vinden. Zo, oh, zonnetje zonder en heel de tent van Bietje is verdwenen. Want wat is aan de hand? Ik ga in de open rug slapen. Hij is gek, hij is gek. We gaan nu morgen verkassen naar de overkant. We hebben een mooie wiervrije strook, vlak voor de kant. Waar best wat aanmeters vanaf zijn gekomen. Ja, toch? We kijken of we vanaf die de karps kunnen belagen. Dus met weinig speurtjes, alles in de bus laten. Gaan we met de boot daarheen. Drie of zeker in de weer varen. En dan moet het goed komen. Hoe laat gaat het wekken? Koelkast mee. 7 uur? 6 uur? 7 uur, jongens. Het is al best wel donker, dus de kwaliteit is een beetje gek. Maar jongens, we gaan het gewoon doen. Dan, vanaf dan. Dan gaan we slachten, hè? Dan wordt het next level. We gooien heel de zaterdag gewoon om en we gaan gewoon vis vangen, jongens. Allemaal goed. Ja, toch? Slaap lekker, jongens. Yes. Ja, daar is hij dan. Het gevreesde hek. En je ziet dat er geen spullen meer staan. Want Mr. Chitten van de Ske en Daniels, die hebben gewoon alles even hierin getild. Ja. Wiets is even het afval weggooien en kijk. We gaan even heel die bol vol blaffen. Ja. We gaan echt zo vol doen. Ja, we gaan echt niet normaal. Even een paar pompjes extra, want dat is lek. Maar we hebben echt zoveel spullen weer. We moeten echt weer drie keer varen of zo. Helemaal naar de overkant daar zo, maar daar is geen wier. En we hopen dat onze investering wordt beloond. Ik hoop het echt. Ik denk het wel eigenlijk. Ik moet onze redden. Ja, dit moet het gaan redden. Eerlijk is eerlijk. We gaan ervoor. We gaan niet stil blijven zitten in ieder geval. Nou, dan zijn we gelijk weer. Part 2. En we hadden het er net over heel de boot vol blaffen. Maar ik denk dat jullie wel kunnen lachen om de toestand van de boot. Chit, laat eens even zien. Ja, best wel huilen, hoor. Ja, kijk. Hij staat helemaal vol met water en hij is lek aan de zijkant. Maar rustig 300 kilo aan spullen naar de overkant, dat moet wel lukken, toch? Lukt wel. Sowieso, tik hem aan. Kijk, er zijn de strijders aan de overkant. 40 keer ingezoomd en het is nog steeds scherp. En het is een hele steile kant. Dus dat is wel verkut met die boot leegmaken. Maar we gaan zien hoe ze het gaan doen. Kijk dan. Echt aan het struggelen. Maar ja, we hopen dat het beloond gaat worden, hè? met moeite. Nu staan ze te kijken van, what the fuck gaan we hier nou doen? Nog een keer, kijk daar.
Nou, dat is nog niet normaal. We zijn dus met de elektromotor begonnen. De boot helemaal vol met spullen. Halverwege stopt hij ermee. Dus Daan en ik met de boot vol met spullen naar de kant roeien. Wat denk je? De paddle is gebroken. Nee joh. Kut, sorry. Hai, sterkte. Ik sta eigenlijk op de kant. Maar goed, we hebben hier dus eindelijk een stukje gevonden wat gekapt is. Daar zit het vol met struiken en spinnen waar Daniel bang voor is. En wat niet zo goed voor mijn hoorkurs is. Dus dit is een mooie stek. Centraal over het water. Heel veel mogelijkheden nu. Zonder weer. En we kunnen nog in het kanaaltje liggen. Dus dat moet wel goed komen. Hoop ik. Even een mooie overview over het water. Ik weet niet hoeveel hectare, maar het zijn flink wat voetbalveldjes. Er schijnen dus karpen te zitten. Wij hebben nog niet gemerkt, alleen graskarpen. Maar hier moet goed komen. Nou dames en heren, het zit wel vaker eens tegen. Kijk eens hoe Daniel er nu bij zit. Alsof hij in de Jostie band zit. De motor is kapot en de pedal is gebroken. Nou, wat een leventje. En we moeten nog varen met z'n spullen. Ik heb het sorteren, jongen. Zo, jij zit helemaal onder het zweet. Ja, dus daarom ga ik even lekker een duik nemen. Hij is gek. Ja. Hij is gek. Hij is gek. Nee, mijn telefoon. Je lul. Zo, luister dan jongens. Hé, hey, de pedal. Oh, komen daar eens aan de overkant. En dan echt zo fucking lang moet groeien en zo. Die motor is weer kapot. Moet even gaan regelen, maar waar we nu toch zitten, jongens. Ja, is geniaal. Achter het dijkje hebben we gelijk het kanaal. Dus kunnen we ook in het kanaal vissen. En ja, we kwamen bij stek nummer 1 aan. Maar er staat zo hoog gras. Helemaal vol met spinnen en zo. Nou weet Chet en Wietse dat ik geen spinnenliefhebber ben. Hij is zo bang. Ja. Echt net een vrouw. Ja, maar dit is echt erg. Het zat helemaal voor en zo. Ik denk, ja, dit gaan we toch niet doen. Maar weet je, we moeten het toch proberen. Maar toen kwamen we dus daar. En dat was niet te doen. Die kant is te stel en zo. Maar daar verderop waar Wietse nu zit, heeft dus een grasmaaier een heel stuk gemaaid. We hebben gewoon helemaal vlak terrein en zo. Is helemaal chill. Dus ja, we zitten wel lekker hoor. Lekker man, pik. Lekker, tik hem aan. Zo, ik ga de laatste nacht in met deze montage. Ik heb een voorslag gespeest. 400ste snackreader van Mesh. Een 110 gram zootje. En de overige materialen zie je hier. Het is een centimeter 25. Eigenlijk maak ik hem altijd standaard zo. Ik zal hem even scherp stellen. Nou, kijk, daar is die. Nieuwe pinpoint haken. Een ziek scherp. Ah. Ja, en maak even een screenshot van je scherm. Dit zijn de materialen waar ik altijd mee vis, als je het graag wil weten. Vooral deze jongens vind ik heel chill, voor het shocksysteem. Ja, verder. Hier moet mee gaan gebeuren vannacht. Nou, het ziet er rechts voor vandaag toch weer sappig uit. Centimeter van 15, fang twistertje erop, stukje poetie. Inhaalootje, 110 gram, shocksysteem. Je kent het principe. Moet goed komen. Ik mag mijn kans echt niet missen, dus ik heb. Daar is het basiskamp. Hier is één engel. Daar is een engel. En daar is een engel. Dus ik ga er tussenin slapen met mijn stretcher. In de open lucht. Ongezellig van de jongens af. Maar ik moet vis vangen, anders word ik gek! Nou, het is echt niet normaal wat voor pech we op dit water hebben. Ik heb vanochtend eindelijk een run. Echt een harde run. Vlak voor de kant, 5 meter uit de kant dacht ik. Ik pak hem op. De vis komt snel dichterbij. Ik doe mijn sub iets strakker. Ik zie dat de graskarp is. Hij sprint 1 keer onderdoor en mijn lijn breekt. Ik weet niet hoe het komt. Misschien was hij al een beetje beschadigd of zo door de stenen die hier liggen. Maar ja, echt zoveel pech. En nu net gebeurt weer. Ik krijg een paar piepjes. Ik pak de lijn op. Hij zit tussen de stenen en hij breekt af. Ik word helemaal gek hier, jongen. Oh, een week vis in Frankrijk zonder vis. Het begint steeds dichterbij te komen. We hebben nog 1 nacht. Het is maar weer eens bezig om zijn lijn weer vrij te krijgen. Moedeloos worden we ervan. Dat is echt niet normaal. Nou, de laatste nacht. Ik ga nog maar even een vuur carbon voorslag op mijn hengels draaien. Ik wil echt niet nog een vis verspelen. Ik weet niet hoe het gebeurde. Maar ik denk dat de lijn beschadigd was. Dus vandaar deze voorstelsmaatregel. Ik hou ook nog steeds mijn hengel in het kanaal. Ik ga hem zo verversen. Vandaag geen actie geleverd. Maar ja, we blijven hopen.
We moeten een Franse vis vangen. Ik word helemaal wauw anders. Kijk eens wat we hier hebben. Van een Nederlandse boot, jongen. Groningen. Beste joekel wel trouwens. Zo, het is echt zo fucking heet. Eindelijk even wat afkoeling, kijk. Sexy boy, haha. En ja, de hengels staan op scherp. En de boys zijn gewoon lekker in het kanaal aan het zwemmen. Ja, ja, kijk, ze liggen. We hadden feest en ondertussen zijn we gewoon hier beneden aan het vissen. Kijk, hoppa, hengeltjes staan in het kanaal. Maar dat maakt niet uit. Komt er een boot? Ja. Lekker, ik zie jullie zo. Nou, dames en heren, bootjes hier aan het keren. En Chit en ik zitten hier helemaal verstopt in onze rugbunker, a.k.a. de tent. Maar A.k.a. de tent, had ze. Maar het is gewoon echt veel als lekker weer buiten. Die normale verbranden gewoon... Echt, als je gewoon buiten staat, je verbrandt gewoon levend. En die wietsen zeggen, ik ga even kijken bij de hengel. Dus die is helemaal de dijk afgelopen en één keer begint hij te schreeuwen. Is hij daar aan de overkant, hoor. En zegt hij, jongens, ik kom even lekker naar de overkant te zwemmen. Ik was even observeren. Dus wie doe je ding? Hoppakee, schoen het water in. Oké, 3, 2, 1, hey! Ja, jongen. Hey, we vangen toch op vis. Ga lekker dansen. Bier zuipen. Hey. Die jongen zit helemaal in zijn eigen wereld, dat is niet normaal. Zo vind jij die chickies dus in Thailand. Zo, ja. Die ladyboys. Ja, wie? Nou, we zitten lekker aan de worstenbroodjes. En dan gaat hij in vers geopend worden. Ja toch, helaas niet gevangen. Vertel me eens, wat valt het te vieren? Nou, dat we wel één graskarper hebben gevangen in de afgelopen 5 dagen of 4 dagen. Hoeveel uur tijd? Nou, dan minimaal wel 72 of zo, denk ik. Ja. Best wel flink wat tijd, maar gelukkig een kleine troostprijs. Helemaal. Ja, is wel mooi, chill. Dat eerlijk waar. Jongens, proost. Hats. Op België, dat ze maar voorstaan op Engeland. Ja, dat is zeker waar. Dat is met Engeland. Proost. Dat wil ik ook wel verproeven. Ben jij 18? Lekker jongens. Op naar de laatste nacht en met een beetje geluk hebben we nog één visje. Dat is goed, hè? Een soort van rosébier of zo. Ja. En wij 7. Ewa, Daan. Hey. Waarom ga jij naar de overkant vanavond? Ja, omdat Chit is heel vroeg weg wil morgen. Dus ik heb geen zin om morgen om 7 uur 's ochtends weer naar de overkant toe te varen. Hoppa, even stokje erbij. Ik heb geen zin om weer naar de overkant te varen morgen. En er zijn varken voor spinnen en ik heb stroom nodig en ik wil douchen en het is de nationale feestdag, dus er is daar een vis aan. En we zijn er helemaal klaar mee. Dus ik ga lekker bier zuipen en daar zijn vissen en die gasten die gaan morgen lekker hier. Maar dan ben je dus niet bij je Engels. Wat zeg je? Dan ben je dus niet bij je Engels. Ja, Engels nou word ik helemaal gek.